Ja, ik ga smorgens al van een vriend van mij een of ander mailtje gekregen van het gouden hart voor Ben of zo gaat stonden op. En, maar de man is oud-journalist, dus hij had wel toegang tot bepaalde informatie. En toen snap ik dat niet zo goed. Ja. En ik ga dat niet direct geplaatst. En op een gegeven moment kom ik gaat laat toe. En mijn vrouw had het eten al klaargezet. Kom, we moeten eten, want we moeten daar naar de Hanen of toe. En ik zeg, ja, dan gaan we maar een half uur later. Hè. Dus ik heb dat ook niet geplaatst. Hè. Nee, maar we moeten toch wel op die toer zijn. En toen zeg ik van, volgens mij gebeurt er dan iets bijzonders. Dat begon eens te lachen. Kom nu maar, weet ze wel. Of die ja, ja. En ja, toen viel het kwartje eigenlijk door dat ik een onderscheiding zou krijgen. Ja, ja. Ja, voor de luisteraars die het niet weten. Ben Akenstein, hoe in de studio zit, is in mijn optiek een begnadigde tekstschrijver en componist als het om dialectmuziek gaat. En Ben Akenstein heeft het hart gekregen. Hè? Het vaste lovershart. En ja. Als je een beetje geest kieken, wij dat allemaal heeft gehad de laatste jaren. Vorig jaar wordt het Tjeu Stouder uit Grevenbrug. Ja, en de Grevenbrug, moet ik zeggen. Ja, en ja, die heeft ook heel dat, veel liedjes gezongen. En ja. Vooral het meest bekende is dan wel Pumelke. Ja, ja. Het ja. Pumelke. Van, ja, en, het heeft er geschreven. Ja, het heeft er geschreven. Ja, hij zingt zelf niet. Want ik, en hij vervolgt het ook in de... We hebben een opname van gemaakt. Ja, en precies. Door voorover Sjeer Jacobs, grootvos van de Kwakzalvers. En we Stichting Geleense Muziekproducties hebben al gewonnen. Ja. En Pieter Mekels. Ja, en dan vind ik dat altijd zo vreemd. Dat Ben Elkes, waarvan ik zeg dat is een begnadige schrijver, toch eigenlijk al zo lang heeft moeten wachten op het hart. Het houdt toch eerder mogen krijgen. Och, dat is. Alles is relatief. Zo'n medaille, als je die christen bent, heel blij met. Dan denkt ze zelf ook: och ja, ik doe die dingen gewoon. Ik heb gelukkig van Ozea God die talenten gekregen. Maar we moeten vooral niet vergeten dat in de vaste lovenswereld en sowieso in ons maatschappij, er zijn honderden, duizenden lui die gaat doen als vrijwilliger en zich door met verdienstelijk maken. Dus die verdienen eigenlijk ook allemaal een medaille of op zijn minst een schouderklopje. Ja, ja. Ja. Want het verbetert natuurlijk dat allemaal dat Ben liedjes, hele leuke liedjes heeft gemaakt, waarvan er dus een aantal op nummer 1 zijn geëindigd bij het LVK. En het LVK is vanavond weer. Ja. Wie is die een favoriet vandaag? Moet ik dat hier zeggen? Ja, dat nou, mogen ze zeggen. Ja, het mooie favoriet. Wat ik gewoon een heel erg goed liedje toch weer vind ik van Spik en Span. Er zit toch weer ja, flinke rempetemp in. En het is een leuke melodie. Het let me wel herinneren aan een oud nummer van de Tremolo's. Maar ja, goed. Ja, ja, precies. Die oude knakkers ongeroos, die huren dat natuurlijk. Er zit een kleine melodiestrofe in. Ik vind het liedje wat Irene doet, Irene Lardy, wat Guus heeft geschreven, van Guus Steenen. Ja, Bertha Paulus. Ja, vind ik een heel slim liedje. En ik vind ook dat Bertha absoluut nooit vergeten mocht werden. Esther in Gelijn, in Mezis, wordt toch echt misschien wel een klein standbeeldje veel moet komen. Hè. Ja. Is dat nog voor Bertha? Ja, dus La Bamba vind ik ook wel een goed liedje. Dus dat is in, ja. Maar ik weet hoe de ervaring LVK, dat ken alle ken je ook. Ja, precies. Ja. Vooral wel de loester is gezegd, ze moesten stemmen op nummer 2, 7 en 9. Ja. Maar goed, dat is even terzijde. Ben, het vaste lovenstreffen, wie spreekt dat ervaren hebt steeds dag? Hmm. En het uitreiken van het hart. Wie komt dat bij die geuver? Wie een warm bad. Ja. Ja. Ik kom door de zaal in en die mensen die dan van de verenigingen van Gelijn, die weten dat dan. Oh ja, Ben is ook hier. Anita is ook gelukkig te bij. En dan, ja dat ook de toespraak van onze Schra, zal ik maar zeggen. Onze burgemeester. Zo'n een enorme, warme man. En die dat ook echt heel mooi ontspannen deed. En ja, ik ben er ook heel erg dankbaar voor. Ik vond het een fantastische avond. We hebben dus goed geamuseerd. We hebben veel felicitaties mogen krijgen. En ja, dat deed hij toch wel. Hij was er toch wel stil van. Hè? Ja. Weet je wat voor doen? We gaan eens loesteren naar een liedje van Ben. En ik kan vertellen nog eens even spiegel over het vaste lovenshart van Ben Erkes. Haal de spaspen uit de kas. He's Ben himself. Je bent nooit te oud om te leren, Biek. En dat heb ik net weer metgemaakt. Oh, ja? Dan zit ze hier met een oude rot in het vak. Ben en dan Erkes. Ben Erkes. En dan zegt ze, ja, dat vind ik allemaal leuk wat je draait. En dan zei op een gegeven moment, ja, kijk, oh, dat, of een Beppie. Ja, dat heb ik geschreven. Ja, en toen veel niet wie zei ze. Dat viel een kwartje pas. Heb ze dat ook al geschreven? Wanneer heb ze dat geschreven?
Ja, zo, oh, dus het leedje de oedes. Hè. Je moet ik wel heel erg bij bekennen dat de melodie ervan, dat is een zogenaamde traditional. Dat heet Clavelito, dat is een Spaans volksliedje. En Beppi woont groot gedeelte in Spanje. En die komen op een gegeven moment, heeft ze zich een bandje van opgestuurd of een mp3'tje. Zei ze, Ben, dat is zo'n schoon melodie. Kan ze door ons gaan opmaken? En een mooi romantisch Welske. Ja, en toen samen met Connie Peters, ze heeft dan het arrangement gemaakt. Hebben we dus in de Niemel gemaakt, de tekst daarvan dan. Tenminste, ik heb de tekst gemaakt en Connie het arrangement. En het is toch, ja... Klein hitje hier. Alle bescheidenheid, een Limburgse hit gewoon. Ja, ja, nee, Marianne Weber heeft dat ook opgenomen. Hè. In de hemel neemt hij het letterlijk overgenomen. Ja. Ja. En het is wel leuk natuurlijk, zeker als ze ook met de coryfeeën van The Walkers, hè, Connie Peters, ex-Walkers moet ik zeggen. Hè. Ja. Die ze daar nog veel mee samenwerken. Nu met Carbon, hè? Ja, met dus, Carbon natuurlijk. Dus en de jonge zusteren. Henkie, Henkie Penkie. Ja. Is dat dan rustig op de bühne? Dat moet er rustig zijn, hè? Ja, toch wel rustiger geworden. Henk is gewoon... ja, Henk. Mijn beste vriend, en het is ook Henk wie Henk is. Ja, we hebben hem ook willen zien. Heerlijk, heerlijk. Sean, nou, de stu stouder uitgegeven bij Kreestikket, vastelovend hart. Wie slipt ze dan nog, s'nachts? Goed of... Ja, het geeft toch een voldaan gevoel. Je bent natuurlijk wel, sinds een bepaalde emotie, best toch wel opgewonden. En als ze naartoe komt, dan kan ze daar even met die vrouw en met een Jules, met de zoon dan even over. Ja, dat is dan fijn. Je geeft toch met een groot gevoel slapen zo. Van, ja, en ik ben zelf niet op Facebook en dan, ja, mijn vrouw lust me dan voor de tijd gereageerd. De mails, die kan ik wel beantwoorden en zo. En via de school hebben ze dan zo'n groepsapp, dan krijgen ze allerlei berichten enzovoort. Hè. Tenminste, hebben ze me ook laten lezen, want ik zit nog niet op die app. Maar er komt van heel veel mensen krijgen ze dan toch de felicitaties. Dat is, ja, dat is schitterend. Ja. En wat de Loesteres zo niet kunnen zien, is dat hij dat vaste lovend hart om het hangen. Hm. Volgens mij een Jor gouden ding, of nee, is dat een ander metaal? Nee, dat is bronzen. Maar hij liet het nu aan de camera zien, want de camera is ook aanwezig in de studio. Ja. Dan kunnen jullie kijken naar het vaste lovend hart, wat eigenlijk toch bij Ben ergens huurt. Ja, het is een narrenkap en er zijn twee maskers. Eén masker dat lacht, één masker dat buik. Ja, dat is ook de essentie van de humor, hè? De lach en de traan. Hè? Ja. En voor het volgend jaar, zit je dan al heel druk bezig met ideeën? Of kom maar dan, toch wel een jaar vooruit werken, hè? Nou, ik heb het echt actief opdreven met vaste lovend, daar ben ik een jaar of 5, 6, 7 gewoon met gestopt. Ik doe het wel eens heel af en toe nog wel. Misschien dat ik als ik gepensioneerd ben, dat ik dan weer het ruimte voor heb. Maar ik doe heel veel liedjes schrijven. En samen met Jo Deuzings. En ja, dat is eigenlijk een beetje een veredelde hobby geworden. En ja, we kriegen heel veel met klanten van u die willen liedjes hebben. En dan kalver er met en dan schrijven we het. Ja. 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 Verboden, helaas, op de klok kieken. Ik vind dat ook jammer, Ben. Ja. Want we kennen eigenlijk over liedjes schrijven, vastelavond en alles wat muziek te maken heeft. Kennen we natuurlijk oeren kallen. Ja. Ja. En dan komt er ook geen einde aan. Ja. Maar helaas, startpunt is ook zo meteen weer voorbij voor deze dag.